Deze beschouwing die gaat over sodomie. Sodomie is een ouderwets woord. En tegenwoordig wordt er gesproken over homoseksualiteit. En ik denk dat dat niet helemaal de lading dekt als je het hebt over sodomie. Door iemand die homoseksueel is, dat is een sodomiet. Maar iemand die seks heeft, als man seks heeft met jonge meisjes, dat is dan geen homoseksueel, maar is wel een sodomiet. Zoals ik het dan denk te moeten begrijpen. Ja, je weet het niet. Volgens mij zit dat zo. En dan was ik een paar dagen geleden op mijn werk. Een hele aardige vent. En dat was een beetje... Zo'n kennismakingstype. Hè, die dan... Ja, de een is de ander niet. En hij wilde dan weten van... goh, en waar woon je dan? En doe je dit werk al lang? En... En hoe we er nou op kwamen, ik weet het niet. Maar... Het begon met tv kijken. Ja. Ik kijk geen tv meer, hè? Totaal meegekapt. En ik nam gelijk de gelegenheid aan om die man te vertellen waarom ik gestopt was met tv kijken. Nou, en een van de redenen dat ik gestopt ben met tv kijken is dat de mensen die dan de presentatie doen, met hun manbakkers in beeld zitten, voor een hoog percentage zijn dat sodomieten. Zijn het mensen waarvan je weet dat ze dan een seksleven hebben en daar gaan ze dan voor ofzo. En veel homoseksuele mannen. Denk aan Albert Verlinde. Noem eens iemand. Die een beetje dikke man, weet je ook weer. Paul de Leeuw. En dan heb je Paul Hanen. En André van Duin. Ja, heel veel mensen die dus aan sodomie doen, zijn sodomieten. En even later zei die man tegen mij van, ja, maar bij onze organisatie, er werken heel wat homoseksuele mensen. Heb je daar dan geen moeite mee? En toen dacht ik, wow. Heb ik gelijk 3 keer mijn excuses aangeboden. Ik zei, nee, zo, helemaal stotteren. Zo moet je dat niet zien. Als ik de tv aandoe en ik zie dan de mombakkers van een sodomiet, dan denk ik, kom, ik ga wat anders doen. Ik heb geen zin om daarnaar te kijken. Je kan ook zeggen dat ik het saai vind. Wat moet ik met al die info? Toch? En ik ben van mening dat mensen die van zichzelf dan vertellen dat ze sodomiet zijn. En ik ben uit de kast gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat er iets met die mensen aan de hand is. Iets geestelijks qua trauma. Dus ik vind ze zielig. Ik kan ook iemand, een vrouw,
een stuk jonger dan ik. 10, 20 jaar jonger dan ik of zo. Die vond ik best wel leuk, best wel aardig. En, nou, en we zaten wel eens samen aan de bar in het streetcafé. En ik heb helemaal geen avances gemaakt naar haar toe of zo. Ik vond het wel aardig, hè? Meer niet. Dus als ze er was, dan zei ik altijd hallo. Gewoon vriendelijk doen. En als ze naast me kwam zitten, dat weet ze ook niet altijd, maar als ze naast me kwam zitten, dan, als ze rookte, dacht ik, ja, wel wiet en zo. Zo'n jointje kwam ze roken. Maar ze dronk geen alcohol, dat was het. Maar dat maakt er ook niet uit. En dan vertelde ze mij dus, ik had er al een paar keer gesproken, we hebben ook een keer een potje schaak gespeeld. En toen vertelde ze me zo uit zichzelf van, ja, ik doe het alleen met vrouwen. En dan denk ik, waarom moet ik dat weten? Wat maakt mij het uit wat iemand in zijn slaapkamer doet? Daar zijn slaapkamers toch voor, dan heb je ook gordijnen. Heel handig. Doe je de gordijnen dicht, dan mag je doen wat je wil, wat mij betreft. Maar zo iemand die vertelt je dat dan met, ja, alsof het een mededeling is. Alsof het iets is wat ik zou moeten weten. Of dan denk ik, waarom moet ik dat weten? Het enige wat ik dan kan verzinnen is dat zij het vermoeden heeft dat ik haar ten huwelijk zal vragen. En dat ze mij de teleurstelling wil besparen. Maar die vrouw in kwestie was, ja, toch echt meer dan 10 jaar jonger dan ik. Hoe komt ze erbij? Dan, hè, denk ik dan. Want dat ga je toch niet verzinnen? En dat ik het leuk vind om in de kroeg een kletspraatje te maken met iemand en dan een potje mee te schaken, dat wil niet zeggen dat ik iemand vervolgens ten huwelijk ga vragen. Nee, ik was eigenlijk een beetje beledigd. Ja, niet heel erg beledigd of zo. Maar ik vond het geen passende opmerking. Wat moet ik erop zeggen? Van, oh, ik doe het alleen met vrouwen van mijn eigen generaties. En jij bent de generatie. En jij bent mij te jong. Dat zeg ik toch ook niet? Want het is wel waar, maar dat zeg ik toch niet? Er zijn wel meer dingen waar. Maar die doen er niet toe. Vind ik dan, hè? Voor mij doen ze er niet toe. Dus ik hoef niet te weten. Nou, voor zo iemand dan wel. Nou, moeten ze zelf weten. Ik ken ook het verhaal van een jongen en die zei tegen zijn moeder, ze waren allebei best een beetje dronken, maar goed. Ik was ook lekker aan het drinken. En hij was bij die mensen thuis. Die jongen woonde nog bij zijn moeder. En hij zei dan, mam, ik ben uit de kast gekomen. Weet je dat wel? En die moeder zei tegen hem, jongen, dat is al de derde keer dat je dat vertelt. Het interesseerde die moeder helemaal geen bieten. Die moeder heeft wel tegen mij gezegd dat zij aan vooral haar oudste kind heel erg kan merken dat hij een enorm gemis heeft gehad in zijn jeugd. Doordat zijn vader niet in de buurt was. Dan zei ze, kan ik echt aan hem merken hoor. Hij is heel erg gehecht aan een wat ouder manspersoon. Die dan een soort vaderrol doet. Dan denk ik, ja, nou dan ga je dus. Zij heeft die kerel de deur uitgetrapt. Of ze heeft zich zwanger laten maken door een vent waar ze helemaal niks meer verder wilde. Mee wilde. En die jongen die krijgt dan een behoefte aan alsnog toch een vader. En dat blijkt dan heel toevallig een reetridder te zijn. En die dan tegen hem zegt van nou je mag bij me blijven slapen hoor vanavond. Ik zal je wel even inwijden in de herenliefde. Dat is toch erg?
In het geval van die jongen die dan dus tegen zijn moeder zegt van ik ben uit de kast gekomen. En dat die moeder zegt, het is al de derde keer dat ik dat verhaal hoor. Houd het begin toch over wat anders. En dan denk ik, ja, die jongen is getraumatiseerd. Als zelfs zijn eigen moeder dat zegt, dat ze dat heel goed aan hem kon merken. Dat hij een enorm gemis gehad aan een vaderfiguur in zijn jeugd. En maak je dat goed? Ja, hoe? Zielig hoor. Het enige wat ik voor die sodomieten, die herenliefde personen dan, kan zeggen is dat ze in elk geval niet dat gezeik hebben van seks met vrouwen. Want daar word je ook niet blij van hoor. Ja, als man heb je in de regel toch wat vaker zin in het. En heb je dan een vaste partner en ben je zoals ik, dat je niet buiten de deur gaat. En ben je aangewezen voor je seksuele bevrediging op je vaste partner. En die zeggen dan doodleuk van, nee, hou, blijf van me af. Blijf van me af. Blijf van me af. En dan draaien ze zich om en dan gaan ze met hun heerlijke ruikende lichaam, met hun billen die er nog steeds heerlijk uitzien, naar je toe liggen in bed. En dan moet je er vanaf blijven. Ja. Ierok. Ik heb me laten vertellen dat dat soort taferelen bij mannen onderling niet of nauwelijks voorkomt. Die mannen hebben altijd wel zin. Ja, dat is wat ik er verder bij denk. Ik vind het wel apart hoor, dat je echt zo'n golf hebt aan sodomieten. Mensen die het maar met iedereen willen doen. Zelfs met mensen van hun eigen geslacht. Maar dat je het met iedereen wilt doen, dat is in feite sodomie. Ik heb dat nooit gehad. Hè. Het stuitte me altijd tegen de borst. En dan kan je er tegen inbrengen van, ja, maar Perry, jij bent op je 12e, ben jij de Bijbel gaan lezen en was je helemaal verslingerd aan de inhoud van de Bijbel en dan geloof ik het wel. Jij bent geïndoctrineerd. Ja, misschien. Was ik maar wat meer geïndoctrineerd geweest en had ik helemaal niet begonnen aan seks met een vrouw voordat ik haar uit en te na kende en haar familie had leren kennen en lalalala. Maar ik viel er gelijk voor. Dat vrouwelijk schoon. En ik heb veel te snel seks gehad met vrouwen die dus. Ik heb 4 serieuze relaties gehad en met alle 4 seks gehad en vervolgens ontdekt dat het helemaal geen levenspartners konden zijn. Het waren hele vervelende karakters. Zeurneuzen. De dominante trine. En 3 van de 4 gingen vreemd. Ook dat nog. Je zo'n bazige vriendin die de godganse tijd dit wil en dat wil en zus wil. En dan willen ze een keer wat voor zichzelf gaan doen en dat vind je dan goed. En dan komen ze thuis en dan zeggen ze, ik heb seks gehad met Piet. Ha 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 ha. Dus als heteroseksueel ben je niet per se beter af of zo. Je kan zeggen dat ik dus seks heb gehad met die vrouwen zonder ze eerst uit en te na te hebben leren kennen. Dat was mijn sodomitische overtreding van een van de wetten van Mozes. Een boontje komt om zijn loontje, heet dat. Dus ik heb niet beter verdiend. En nu ben ik 59 en ja, sorry. Het interesseert me echt helemaal niks meer. Seks dus.
ook mijn beeld van vrouwen is behoorlijk veranderd. Dus in die zin dat ik jaren terug was ik echt nog heel gehecht aan het begrip zorgen voor een vrouw. In de zin van je zorgt als man voor een vrouw en je doet de dingen waar een man goed in is. En dan gaat een vrouw dingen voor jou terug doen waar een vrouw goed in is. Nou, dat hoeft van mij niet meer. Ik bedoel, eten koken, mijn woning schoonhouden, mijn agenda bijhouden, de verjaardag van mijn moeder niet vergeten en dat soort dingen. Dat doe ik allemaal zelf. En waar zijn vrouwen dan nog verder nog goed in? Ik zou het echt niet weten. En ik sluit niet uit hoor, dat er in mijn leven nog een keer een vrouw komt. Ik kan je wel vertellen, dat zal dan niet gaan om de seks. En ik sluit niet uit dat ik een vrouw ontmoet en dat het uiteindelijk ook nog geweldig met seks wordt en zo. Ik sluit het niet uit. Maar eerst zal ik haar dan heel goed hebben leren kennen. En dan eerst hebben wij tegen elkaar gezegd van, dit was de laatste relatie, dit is de laatste relatie die wij gaan hebben. Met, hoe heet dat, commitment, toezegging. Ja. Misschien moet het wel een christelijke vrouw zijn, dat ik tegen haar zeg van, nou, ik vind het allemaal best. Maar we gaan naar jouw kerk en ten overstaan van jouw familie ga jij je trouw beloven tot aan het graf. En dan zien we wel verder. Maar dan eerst moet ik weten of ze überhaupt wel leuk en aardig is. En zo'n vrouw die ieder weekend wat leuks wil doen, dan denk ik, nee, daar zit ik niet op te wachten. Ik hou wel van leuke dingen doen, maar ja, als iets in de krant staat dat er iets nieuws open gaat, en een museum of een tentoonstelling of whatever. Dat wil niet zeggen dat ik er naartoe wil. Maar soms. Oh, ik ben en blijf een man. Ik ben praktisch ingesteld. En leuke dingen doen zegt me echt, bottom line, geen donder. Maar misschien, je weet het niet. Zo'n vrouw die, als ik dan zo even mag fantaseren, hè? Over de andere kant, hè? De sodomie, dat seksueel georiënteerd zijn en voor de seks, laat dat maar zitten. Hè? Maar zo'n vrouw en die heeft vriendinnen. En met die vriendinnen gaan ze fijn naar musea en naar de macrameavond en een tentoonstelling over, weet ik veel wat, een of andere schilder in het buurthuis. Ja, het zou goed kunnen. Het staat ergens in de Bijbel van, het is niet goed voor een mens om alleen door het leven te gaan. Het is beter om je leven te delen met een partner. Daar zit wel wat in hoor. Maar bijvoorbeeld uit eten gaan, ja, dat doe ik nou niet. Ik heb het wel een keer gedaan hoor, dat ik denk van, ik wil nog een keer lekker Indiaas eten of zo. En toen ben ik in mijn eentje uit eten gegaan. Maar, ja. In je eentje naar de kroeg, maar ja, naar de kroeg ga ik niet meer. In mijn eentje naar de kroeg is geen probleem. Maar uit eten in je eentje. Nee. Dus dat zou ik wel leuk vinden. Maar ja, hoe vaak ga je uit eten? Hè?
En al helemaal met het inkomen wat ik nu heb. Ja, dat is geen vetpot hier thuis. Hoor. Dat kan je lekker vergeten. En misschien 1100, 1200 netto. Ja, daar kan je niet iedere week van uit eten. Ja. Dus dat probleem heeft zichzelf opgelost. Maar samen koken, dat is toch wel leuk. Nou, dan moet ik zeggen, mijn dochter die komt eens in de maand, denk ik zo'n beetje, dat ze van plan is. Omdat, komt ze even langs, even klessen bessen. En dan hebben we al 3 keer samen gekookt. Dat is ook wel leuk. Samen koken en een potje schaakspelen. Ja, ik ben wel alleen, maar ik voel me niet eenzaam of zoiets. Helemaal niet. Nou, helemaal niet nu ik mijn werk heb. Ik heb moeite om al die namen bij te houden, man. Anita werkt samen met die. Op groep die en die. En Linda is die ene en... Ja, ik leer genoeg mensen kennen. Dus ik ben niet eenzaam. Daar hoef ik het niet voor te doen. En achteraf bedenk ik dan, hè, ja, was ik maar zo geweest vanaf mijn adolescentie. Hè? Had ik mij maar niet laten verleiden door die gevoelens van lust eigenlijk. Hè? Die seks. Had een hoop ellende gescheeld. Had een hoop geld gescheeld. Maar ja, aan de andere kant, het heeft me nu bakken met geld gekost. En geld interesseert me dus helemaal niet zoveel meer. Wat ik nu belangrijk vind, is dat ik wekelijks mijn uurtjes draai. En dat ik zinvol werk doe. En dat ik naast mijn werk tijd heb voor mijn passie. En dat is computers programmeren. En dat heb ik nu voor elkaar. Dus op deze manier rustig volhouden. Dan lijkt mij dat het allemaal goed gaat met mij. Tot aan mijn, mijn graf. Dat is ook zo, dat is wel apart dat je... Dat ik nu, ben ik 59 en eind augustus word ik 60. Dat ik nu dan denk van ja, nou nog 20 jaar. Als het mij gegeven is natuurlijk, maar ik ben gestopt met roken, nou dat scheelt toch. Ik ben gestopt met alcohol drinken, ja dat scheelt toch. En dan denk ik zo van, nou, nog 20 jaar. Mijn dochter is nou 19, dus dan... Nou, ik weet nog heel goed dat wanneer het... ik weet nog heel goed van toen het was dat mijn dochter net geboren was. Want ik was bij die geboorte. Ook die periode daaraan voorafgaand. Dus die afgelopen 20 jaar heb ik heel intens meegemaakt. En denk ik, nou, nog zo'n periode... Hè? Net zo intens... Toen kijk ik dus nu, dat was van de week, zat ik even in mijn agenda te kijken. En toen zag ik dus mijn eerste werkdag bij de gehandicaptenzorg. En toen dacht ik, jeetje, dat is nog geen 2 weken geleden. En voor mijn gevoel is er wel een maand voorbij gegaan of zo. Dat komt omdat je heel intens dingen meemaakt. Ja, op de fiets naar mijn werk bijvoorbeeld. Dat is een belevenis hoor, elke keer weer. Ik vind het echt een hele leuke fietstocht. Vandaag ga ik iets anders fietsen. Dat heb ik even uitgeknobbeld. Dat is een net iets handige route.
Moet je wel bij een voet, bij zo'n fietsstoplicht even wachten waarschijnlijk. Maar daar komen wij wel uit. Dat lukt wel. Als het dan leuk, dan is het een stukje dezelfde route die ik heel lang geleden fietste toen ik elke week met mijn dochter naar het zwembad ging. En dan zat mijn dochter in het zitje voorin, achter zo'n windschermpje. En ik dan als de eenzame fietser krom gebogen tegen de wind. Hè? Ja, dat ga ik dan vandaag weer doen. Net als toen. Alleen dan moet ik niet linksaf naar het zwembad. Maar moet ik rechtdoor. En dan kom ik bij mijn werk. Ja, het wordt leuk. Een aardige collega's op mijn werk. En die hebben al doorgebriefd aan het planningsbureau van het hoofdkantoor. Dat ik beval. Andere positieve dingen. Ik beval zo goed dat ik morgen moet ik een dubbele dienst draaien. En daar heb ik iets te snel ja op gezegd. Dat had ik niet moeten doen. Dat ga ik ook niet meer doen hoor. Geen dubbele diensten meer van mij op één dag. Ja, ik ben bijna 60 man. Homo. Het gaat over sodomie, hè. Ja, ik dwaal maar even af over het echte leven. Hè? Het echte leven is dingen waar ik het net over had. Hè? Een kind op de wereld zetten. Dat opzien groeien. Je kind op te voeden. Nou, dan gaat ze de deur uit. Hè? Zoals van de week was ze even bij mij. En ze heeft dan die feesttoestanden meegemaakt in Nijmegen. Nou, zei ze. Ze is elke nacht, ze is 5 nachten achter elkaar uit geweest. Ja, ze is elke nacht om 4, 5 uur pas thuis. Hè? Dan denk ik, yeah, that's my baby. Ik zeg, goed zo, meisje. Ze is heel matig met drugs en alcohol en zo, maar ze drinkt wel alcohol, ze rookt niet. En dan kennen ze van haar, die zaten dan wel aan de speed of zo. Nou, dan kan ik met haar dan over spreken dan. Hè? En haar vertellen van, dat heb ik ook wel eens gedaan. En tegen haar gezegd van, LSD, dat lijkt me echt iets voor jou. En ze keek me zo aan, ze zei, ja, zei ze. Als ik wat ouder ben. Mijn dochter is zo, ja, is wel een aparte hoor. Als ik wat ouder ben, ja, LSD. Ja. En haar dat verhaal nog verteld van dat de uitvinder van LSD, die dus dat chemische middeltje daadwerkelijk in een laboratorium in elkaar had gefrutseld, en toen dacht van, goh, even kijken hoe het, hoe het is. Hij was niet echt bezig met het maken van een drug of zo. Hij dacht van, ik heb het zelf gemaakt en stop het even in mijn mond. En toen ging hij op de fiets naar huis. Nou, dat was de meest bizarre fietstocht van zijn leven natuurlijk. Alles was ondersteboven. En, ja, dan krijg je al die... Een tripje. LSD-tripje. De allereerste LSD-trip ter wereld. Dat was van de uitvinder zelf. En toen werd het een wereldwijd succes. Met bad trips natuurlijk. Ja, dat is het echte leven. Ja, niet die drugs of zo, maar af en toe een beetje drugs. Ja, kom op man. Ja, dat je een kind op de wereld hebt, dat je wat gedaan hebt met je carrière. En dat heb ik zeer zeker gedaan. Ik wilde alles weten van taal en ik wilde weten waar het universum lag. Dat waren mijn twee missies. En ik weet inmiddels waar het universum ligt. En ik verklap het niet, want anders weet jij het ook. En dan krijgen we overbevolking. Dat is een grapje. Hey, dan moet je zelf maar achter zien te komen waar het universum ligt. Daar is een heel kort en bondig antwoord op.
En die andere is waar het om gaat als je het hebt over taal. Nou, dat was een ander ding. Nou, daar ben ik ook achter. En dat waren de twee missies van mijn leven. En daarbovenop een kind op de wereld gezet. En het kind leren lezen, leren rekenen, leren steppen, leren fietsen, leren zwemmen. Echt van alles. Leren koken, zeg maar. Leuke tijd, hoor. Kijk, dat is het leven. Dat heeft geen donder te maken met seks. Wat is bij een sodomiet speelt seks een grote rol in zijn of haar leven. En dat is dus niet aan de orde. Dan kom je van een koude kermis thuis. Oh, ik ken iemand, Lonneke heet ze. Ja, dus zo noem ik haar. Die ken ik al een tijdje en die heeft als sodomiet geleefd. Hè, met Jan en alle mannen is ze de koffer ingedoken, ook met vrouwen. En nu? Ja. Haar gezondheid houdt niet over. Zij staat onder zo goed als continue begeleiding van de gemeente. Ze is aangemerkt als een geval dat begeleid moet worden. En ze woont dan in een Rijksinstituut voor het begeleide wonen. Begeleid wonen. Ja, om nou te zeggen dat die gelukkig is. Ze ziet haar kinderen, ze heeft twee kinderen. Die kinderen ziet ze helemaal niet. Ja. En haar seksleven. Ze biechtte me laatst op dat het... Ja, het is jaren geleden dat ze voor het laatst seks heeft gehad. En ze is 54 of zo. En ze mist het wel. Ja, dat komt niet meer terug. En we zijn vrienden op Facebook. Oh ja, van haar kreeg ik ook zo'n berichtje. Nou zeg, we zijn al 3 jaar lang vrienden op Facebook. Wat vliegt de tijd? Nou, ik heb je net verteld, van, ik keek in mijn agenda en zag dat het pas 1,5 week geleden is dat ik voor het eerst begon. In de gehandicaptenzorg. In ieder geval, dat was een paar dagen terug dat ik erin keek. Dat was gisteren. Ja. Vandaag is het dan 2 weken geleden. Maar het lijkt wel 3 weken, 4 weken. Nou, en zij zit dus niet in dat intense leven, want ze denkt, wat? Al 3 jaar geleden, sinds ik vrienden werd met Perry op Facebook. En het is 16 jaar geleden of zo, 15 jaar geleden, 14 jaar geleden, zoiets. Dat ik haar voor het eerst ontmoet heb. Ja, daar zal ze misschien ook wel van schrikken. Maar is dat al 14 jaar geleden? Ja. En wat is er in de tussentijd met haar leven gebeurd? Nou, eigenlijk niks. Ja, mannen die 1 voor 1 uit haar leven gestapt zijn, die ze uit het oog is verloren. Ja, en dat is dan het loon van een sodomiet. En het schijnt bij veel mensen zo te zijn, hoor, die zo'n heel wild leven hebben gehad en allemaal party, 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 seks, seks, seks. En dan uiteindelijk dan gaan de jaren tellen en tikken en dan komen de gezondheidsklachten. En ja, en dan zijn het niet meer van die feestbeesten. En dan is het voorbij. Ja, de moeder van mijn kind, dat is ook een sodomiet. En die heeft dan nu een vaste vriend. Ja, en die zal het dan zijn en moeten zijn en moeten blijven. En nou, ik hoop dat ze die weten behouden.
En dat is dan ook zo'n face-based. Maar ja, die wordt ook met de dag een jaartje ouder. Of met het jaar een dagje ouder. Nu is het nog een relatief bekende artiest. Maar ja, dat is over een paar jaar ook voorbij. En dan wordt hij niet meer uitgenodigd door de platenmaatschappij. Dan wordt hij niet meer gebeld. Dan is het fenomeen wat hij dan nu is, dat is dan voorbij. Hè? En dan? Nee, ik... Sodomie, ik zou zeggen, doe het niet. Ik zou zeggen, wees kuiser en zediger dan ik. Ik zeg het je. Jo, maar toen jij zo jong was als wij, toen trok jij je er ook niks van aan. En wat zit je nou een beetje de zedemeester te spelen tegen ons? Nou, je hoeft je er ook niks van aan te trekken. Ik word niet boos of zo. Maar het is geen goed idee. Maar uiteindelijk sta je met lege handen. Namelijk. Ik ga afsluiten hoor. En, ik geef je nog even ter overdenking dat mijn vader, die heeft gewerkt als kok in de haute cuisine. In de Franse keuken. Veel geld verdiend heeft hij. Hij was ook heel erg goed. En hij zei op een dag tegen mij, want hij is uiteindelijk in de arbeidsongeschiktheidstoestand beland. En, ja. En hij zei dus toen hij al uit het vak weg was, zei hij tegen mij van, Perry, ik had op een dag in de gaten dat al mijn collega's, die waren of van mijn leeftijd of jonger, of een paar jaar ouder. Maar er zaten geen, ik had geen collega's van zeg maar 50 of 60 jaar. Mijn vader was dan in de 20. Hij is gestopt met werken toen hij, toen ik, even kijken hoor. Ik was toen denk ik, zeg maar dat ik 12 was. Dus toen hij 30 was, is hij gestopt met werken. Het is aan zijn 30ste gewerkt. Nou, hij had geen collega's van 50 of 60 jaar. Die waren er helemaal niet. Alleen maar mannen van mijn eigen leeftijd of jonger. Misschien 34, 35. Hij had gehad. En al die mannen waren opgebrand. Mijn vader zei dus, van daaraan zag ik al dat mijn carrière in de haute cuisine, dat was geen lang leven beschoren. Nou, dan kreeg hij gesodemieten met mijn moeder. En toen heeft hij veel te veel gedronken. En, nou ja, het bekende verhaal. In de alcoholverslavingskliniek beland en... En toen kwam hij in de arbeidsongeschiktheidsregeling. En dat vond hij wel best. Hij heeft uiteindelijk nog een mooi leven gehad, vind ik. Hij had heel veel spijt van die tijd dat hij zoveel gesopen had. Maar ik heb tegen hem gezegd van, pa, kom op. Ik heb het mijn vader vergeven. Bij zijn leven. Dus heb ik ook tegen hem kunnen zeggen van, pa, wat jij gedaan hebt, dat verdient niet de schoonheidsprijs. Dat ga je mij niet vertellen. Maar we gaan het er niet meer over hebben, hoor. Ik ga er niet meer over zeiken. Kortom, praktisch gesproken, ik heb het je vergeven. Het was geen goed idee wat je gedaan hebt, maar... Maar het is gebeurd. En ja, geen oordeel van mijn kant, snap je? Laten we stilstaan bij wat we nu nog samen hebben. En ik heb aan hem een hele leuke vader gehad.
Zeker toen mijn kind ter wereld kwam. Hij heeft zijn kleinkind nog 8 jaar zien worden. Dat was toch erg leuk voor hem. En voor mijn kind. Ze was helemaal wauws voor mijn vader. Opa Dierentuin noemde ze hem. Ik wil maar zeggen, ik kwam dus op mijn vader dat hij dus in een beroep zat waarin ja, niemand oud werd en hij wist dus dat hij ermee moest stoppen. Ja, dat geldt ook voor sodomieten. Er zijn geen feestbeesten, seksdinges, feestvierders van 60. Niet of nauwelijks. Ja, uiteindelijk moeten ze zich gaan bedienen van prostituees, zoals Joris Demmink. Die secretaris-generaal van Justitie van Nederland, die betaalde er uiteindelijk dan maar voor. Maar dat wil je toch ook niet? En dan ging hij het dan doen in het Anne Frank-plantsoen. Met jonge jongetjes van 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar. En dat is er illegaal ook. Daar hebben een aantal mensen in Nederland nog behoorlijke stampij over gemaakt. Maar ja, voor de rest niet, hè. Maar Joris Demmink was een sodomiet. Ja. Nou, ik vond het een mooie bespiegeling over sodomie. Met wat leuke uitweidingen erbij. Ja. Ik hoop dat jij er, ja, dat je er een, dat je een kennis in je hoofd mee hebt toegevoegd. Een soort van kennis. En ik ben niet tegen dat soort mensen die dat doen. Je hoeft ze van mij niet van torens af te gooien, al die idioterie. Maar het is niet gezond om zo te denken over het leven wat jou gegeven is. Het is beter om je leven nuttig te besteden dan je te buiten te gaan aan sodomie. Want het leven gaat voorbij. En dan zeg ik op zijn hamburgers, tussen jullie, tegen jullie. Tjus en dag lieverds.